vandaag in Halen. En op het eerste zicht valt hier niets te beleven. Maar in Halen is op de Boccaccio. Deze keer geen winkelstraten, maar een plek waar vrijgezellen mij niet kunnen ontsnappen. Maar de opdracht die blijft gewoon dezelfde. Ik ga koppelen. Wat kunnen vrouwen beter dan mannen? Ja, seks. 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 Liegen. Seksen. Alles. Relativeren. Autorijden. Ben jij een vrijgezel? Nee. Heb jij een vriend? Dank u. Ben jij een vrijgezel? Ja, ik ben vrijgezel. En zijt hier vanavond op zoek naar iemand? Nee, ik kan het niet helpen. Ben jij vrijgezel? Ja. Kent u dit programma? Zou je willen meedoen? Dan kleurt u heel even mee naar buiten. Dat is wel moeilijk om hier uit te leggen. Nee, dank u. Wat noemt je eigenlijk? Debbie. Dank Debbie. Debbie, iets gaan we ons volgende. Wij zijn dus op zoek naar een man waarvan jij zegt van, daar wil ik mee gaan eten. Ik weet niet of ik die hier ga vinden, maar het zal mijn best doen. Ik ben met Debbie vertrokken, streetmate, disco mate. Ik ga jou nu een paar vragen stellen over hoe jouw ideale man er moet uitzien. In dit geval al een goed karakter. Dat wel groter als ik. Hoe groot ben ik, hè? Ik ben maar 1,63 meter, dus... Dat gaat niet moeilijk zijn om groter te vinden. Nee, nee, nee. Donker haar, bruin uitje en toch wel iets mannelijk, ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 20 jaar. Dus we gaan toch iets ouder, hè? Ja, ja, hè? Nog iets speciaal? Geen strakke broekjes. Nee? Nee, niet, nee. Met de strakke kontjes. Nou wel, maar niet in zo... Nee, ja. Nee, ook niet meer. Schoon gekleed, dat wel, netjes, bestie. Nee, ik heb genoeg, we gaan op zoek. Oké? We gaan op zoek. Nog wel, dat is gewoon een mannetje, niet? Debbie, ik ga gewoon aan het kijken, hè? Debbie, heb je iets gezien? Ja, ik kan bekend worden. Ben jij vrijgezel? Nee, ik heb een vriendin. Debbie, hij heeft een vriendin. En laat los, ik moet je koppelen. Allee, dat is haar nee. Er staat een vrouwtje bij, maar het kan zijn dat niet zijn vriendin is. Ik kan me altijd vragen, hè? Ja, hè? Ja? Nee? Ja? Jonge heer, mag ik jou eens vragen? Ben jij vrijgezel? Nee. Debbie, ook deze man was niet vrijgezel. Ja. Naar de volgende. Ja. Allemaal een heel goede avond. Ik ga het heel kort houden. Maar ik ben op zoek naar mannelijke vrijgezellen boven de 22. Allemaal naar buiten. Ik heb een heel mooi verhaal voor jullie. En wie mag de gelukkige wezen? De gelukkige is... Discreet. Wie? Beschrijf hem. Hij is wel blond. Maar mooi, best wel mooi. Hij staat daar, hij staat daar. Er staat er maar één blonde bij. Ik zal hem eens vragen, want hij moet vrijgezel zijn, hè. Kijk eens een van de vrijgezellen die hier buiten staan. Ja. Ik heb een heel lief vrouwtje bij mij. Wat zou je ervan zeggen, mochten jullie elkaar even beter leren kennen? Goed. Dat is goed. Ja. Is het altijd zo gemakkelijk? Ja. Ja. Nee. Ik pak je mee. Oké. Wat is jouw naam? Tom. Tom. Debbie? En eerste reactie? Goedgekeurd. Goed gekozen en goed gekeurd. En wat is jouw reactie? Ja, mooi meisje. Allee, zet jullie samen zo. Zo, zo, dat is de camera. En nu lachen voor de foto. De eerste indruk van Debbie is dat ze een mooi meisje is. Ze heeft een mooi figuur. Fijne jongen, denk ik. Een mooie actrice dan ook wel, dat is voor haar ook wel belangrijk. Mooi meegenomen is dat ze ook nog slim zijn. Ja, niet al te dom.
Hoe ik te versieren ben, dat hangt er vanaf. Het, ja, het meisje moet mij eerst en vooral aanstaan. Als het karakter mij aanstaat, dan zal het wel goed zijn. Je moet een knappe vinden. En de rest komt vanzelf. Ik val zeker niet op meisjes die een dikke nek hebben, zoals ze zeggen. Niet zo van die kereltjes die met een handje achter je hoofd zijn. Ja, die vernietigen die kereltjes, dat ze zeggen. Ik zou Tom omschrijven als een toffe gast. Iemand die lol kan maken. En altijd klaar staat voor zijn vrienden. Gezellig. Eerlijk. Lief. Soms. Te eerlijk soms. Een van zijn slechte eigenschappen is dat hij nogal graag zijn eigen zin doet. Toch wel wat vliegen. Niet zo snel jaloers, maar ze moeten natuurlijk met een foto van zijn meisje afblijven. Praten mag. Kijken mag, maar aankomen niet. Het is eigenlijk pas als ik die jongen beter leer kennen, dat ik het verliefd op word. Ja, Tom wordt wel soms redelijk snel verliefd. Als Tom echt verliefd is op een meisje, dan is hij wel heel trouw. Ja, ik sta wel open voor een nieuwe relatie, maar heeft wel zijn tijd nodig bij mij. Ik heb altijd losse relaties gehad, maar ik ben wel eigenlijk op zoek naar een serieuze relatie. Ik heb nog geen, nog geen tactiek bedacht. Dat de natuur zijn gang gaan. Ik verwacht dat dat op een sympathieke manier gaat verlopen. En dan zullen we wel verder zien. Schiet dat niet eens naar? Ja, ik gesproken, ja. Ik had dat niet gedacht. Nee. Ik kwam gewoon met stappen, ja. Het gezelschap was plezant, aangenaam om mee te praten. Het is een leuke jongen. En we gaan zeker nog eens afspreken. Dat je met officier lezen, dus niet echt een vierfluiter, denk ik. Ik vind haar ja, een mooi meisje, ja, zo. Valt best mee aan. Ja, volgens mij niet echt op mijn gemak. Ja, ik eigenlijk ook niet. Want dat is eigenlijk zo van plat. En ja, het is daarmee dat we afgesproken hebben om eens een keer met elkaar uit te gaan. Zeker nog eens een keer afspreken. Ja, dat gaan we zeker doen. Haar tofste kant is dat ze, ja, zoals mij, graag babbelt. En vertelt eens iets om te krijgen. Graag, graag. Ik maak graag lol. Ik ga graag op stap. Maar als het eigenlijk wordt om serieus te zijn, dan kan ik wel serieus zijn. Ik denk wel dat ze, ja, dat ze het fijn vond met mij te praten. Ik heb denk wel de indruk van dat hij het tof vond en dat hem plezant vond dat hem iemand aan zich leerde kennen. Ja. Een belangrijke keus, de rafel. Zijn, dat ga ik juist in een atmos. Ja. Oh, die goed praat. Dat is waar. Ja, dat is fijn. Ja. Dat is fijn en altijd. Ja. Ja. Oh, maar die knie echt meer. Oh, ik ben eigenlijk best wel te moe. Ik weet momenteel nog niet of er een vonk is tussen ons twee. Maar dat is gewoon afwachten. Echt een vonk. Dus niet aan het nemen van het moment dat ik zeg van ja, ik kan. Ja, ik kan het groeien. Misschien een goede maand bij, hè. Ik weet dat nooit. Ja, zo best drinken en zo samen het gaan. Dat is de dunnetje push. En ik zit zelf in mijn bed. Ik ook. Hoe is Debbie? Mijn eerste heel goed. Heel goed? Ja. Hoe was uw avond met Tom? Ik heb mij heel goed geamuseerd. Ik heb een avond in de Mocaccio. En dan kort daarna eigenlijk, na de avond van de Mocaccio, heb ik een nieuwe vriend. Oh. Ja. Enfin, ik ben blij voor u, maar ik vind het spijtig voor onze Tom natuurlijk. Was Debbie jouw type als je ze zag? Niet echt. Niet echt, maar het was niet. Ja, het was een mooi meisje, even, maar het was niet echt mijn type. De avond zelf, tussen die twee, dacht je dat er iets kon groeien? Op een vriendschappelijke manier, misschien wel, maar echt een relatie. Niet echt. Nee. Er heeft eigenlijk nooit iets geklikt. Nee. Nee. Wat was er dan wel mis? Er was eigenlijk niks mis, maar ik had dus de indruk van Tom. En ook van mijzelf, dus dat Pieter was een goede vriend. Wij hebben een plezante avond gehad, maar voor de vijfde rest. Niks. Die nacht tijdens het etentje, dacht je van, oh, nou zit ik hier nu? Of eigenlijk een heel klein. Nee, ik zal het langs het op meisje. Ja? Ja. Ja? Geen spetter dat je zei van, daar klonk het zo goed tussen ons? Nee. Nee. Het is gewoon niet. Nee. Niet de
madame Maria. Nee, niet de madame die ik zoek. Ik zal Tom nog wel eens contacteren voor eens uit te spreken, voor eens uit te gaan. Maar ik denk dan zeker dat we een vriend aan zijn gaan zijn. Ja, ja. Je hebt er hopelijk een vriendin bij. Ja, ja, ik heb er een vriendin. Ja? Een goeie dan. Ja, dat is ja. Wat is de conclusie van dit mooie streetmate verhaal? Ik heb mijn eigen goed geamuseerd op de date, maar ik heb een andere die zit erbij te gaan. A little bit of Monica in my life. A little bit of Monica by my side. A little bit of Rita, all I need. A little bit of what I see.